Welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn. We gaan dus vandaag een beetje een crash course doen in TouchDesign, want we hebben 3 uur, dat is niet zo heel veel. Dus het zal echt een beetje een infodump zijn. Maar ja, als je niet kunt volgen of er iets onduidelijk is, onderbreek mij gerust, want het gaat redelijk snel gaan. Zodat we hopelijk alles wat gezien krijgen. Wat ik vandaag eigenlijk wil doen, is eerst gewoon algemeen wat de interface uitleggen en hoe dat je dingen maakt en verbindt en een output naar een beamer bijvoorbeeld. En dan gaan we een paar soort van heel veel voorkomende workflows bekijken. En zo 3, 4 dingen die je in elk project bijna gaat doen. Dus die ga ik met jullie doen aan de hand van kleine voorbeeldjes. Dus dat is de bedoeling dat je echt zo zelf meedoet, zeg maar. En dan, als er tijd over is, ga ik door de volgens mij belangrijkste nodes gaan. Dus TouchDesigner is zo'n node-based editor. En die file binnen. Dus wie heeft er al ervaring met 3D bijvoorbeeld? Heeft er iemand die met Blender of met Beetje. Ja, oké, dat is goed. Ja. En die gaat in Beamer iets richter zetten. Ja. En als je TouchDesigner opent, dan jullie hebben al zo'n een soort van standaard een aantal nodes erin. Wacht, ik zal misschien ook gewoon TouchDesigner openen, dan heb ik ook, denk ik. Dus met het idee van die node editors is dat je eigenlijk data hebt dat van links naar rechts beweegt. Dus elke node, elk dingetje kan je vastpakken. En de meeste hebben rechts een output en links een input. Sommigen hebben geen input, omdat die van hun eigen iets hebben. Maar dat is dus een node editor. En het handige daaraan is dat je eigenlijk elke stap dat je doet direct visuele feedback krijgt van wat er gebeurt. Dus je moet niet, zoals met videoproductieprogramma's, eerst het gaan uitrenderen om echt het finale resultaat te zien. Het idee van TouchDesigner is dat dat real-time gebeurt. Nu, waarom zou de TouchDesigner gebruiken? Er zijn een paar use cases waarvoor het heel goed is en een paar use cases waarvoor het zeker niet goed is. Dus ik zou TouchDesigner niet gebruiken als je iets wilt maken, zoals een spel of een webapplicatie, of iets dat mensen thuis moeten kunnen gebruiken. Dus als je een stand-alone van iets wilt maken, dan is TouchDesigner geen goede optie, want dan gaan ze altijd TouchDesigner moeten installeren om je programma eigenlijk te kunnen runnen. Je hebt wel de Touch Player, dat is een beetje een lichte versie waarin je niks kunt aanpassen en gewoon kunt tonen. Maar dan nog, dat is wel een beetje een overkill voor gewoon een programmaatje. Waarvoor dat je het ook niet moet gebruiken, is voor als je heel complexe scènes wilt gaan 3D modelen. Dus het is zeker geen modelprogramma. De workflow is eigenlijk dat je dan eerder in Blender of in welk ander programma gaat modelen en dan het 3D eigenlijk gaat proberen te importeren, wat dan op zich geen probleem is. Maar echt het modelleren van dingen is moeilijk en daar is het niet voor gemaakt. Waarvoor kun je dat dan wel goed gebruiken? Is vanaf dat je eigenlijk een applicatie wilt maken die digitaal wilt verbinden met iets fysiek. Dus vanaf dat je iets in de fysieke wereld ofwel als input ofwel als output wilt gaan gebruiken, is TouchDesigner een heel handig programma, omdat je heel makkelijk met andere interfaces kan werken. Je kan het heel makkelijk verbinden met allerhande soorten sensors en allerhande soorten output. En dat zal ik op het einde nog wel even toelichten. Het is ook handig als je veel verschillende dingen tegelijk wilt aansturen. Als je een robotje hebt en een scherm en een geluidsinstallatie of zo, dan is het al vaak moeilijk om een programma te vinden of programma's te combineren. En daarin is TouchDesigner wel sterk om al die soorten outputs toch vanuit één interface eigenlijk te kunnen aansturen. Of als je gewoon wat generatieve content wilt maken, is het ook heel fijn om gewoon in te werken en mee te spelen. Dus eerst een interface. Jullie hebben die palet nog aanstaan. Dus deze is een standaard interface van TouchDesigner. Hier is je werkveld. Als je gewoon naast een node klikt op het grid en sleept, kun je bewegen. Beneden heb je een playhead. Dus dat werkt zoals alle playheads. Je hebt een pauze en een playknop. En de frame verder en de frame terug of helemaal terug.
Dus die playground die gaat altijd gewoon spelen. Belangrijk is dat, als dat niet speelt, dat er ook niks in je netwerk gaat veranderd worden. Als ik iets verander terwijl dat op pauze staat, dan ga je die verandering niet zien tot als je op play doet. En dan is in het begin zeker een beetje een probleem, omdat de shortcut voor play spacebar is. Dus als je gewoon op spacebar doet en je bent aan het werken en je denkt van, hè, hoe komt nu dat er niks verandert? Check even. Hé, hey, welkom. Check even of dat hier niet op pauze staat. Ja, hier kan nog wel. Dus dat je playhead en hier links zie je eigenlijk de settings van die playhead, maar in het algemeen laat ik die zo staan. Dat kadertje links, dat is je palet, dat is eigenlijk een soort van. Dat zijn eigenlijk een soort van voorgemaakte tools door de community en door de developer zelf. Je kan daar ook later je eigen tools in gaan slepen. Dat zijn eigenlijk voorgemaakte componentjes, maar die zijn allemaal opgebouwd uit, ja, uit nodes die echt bestaan of die er al in zitten. Maar dat is wel goed om eens door te browsen als je bepaalde dingen zoekt. Zoals hier, als je zo een checker zoekt, dat is er al, dus dat moet je niet zelf gaan maken. Als je van die Mandelbrot-achtige dingen wilt genereren, die staan er allemaal in. Maar in het algemeen klik ik op dat kruisje weg, zodat ik een groter werkvlak, zeker als ik op mijn laptop werk. Hier van boven heb je dan zo de standaard opdeling. Dus nu hebben we één groot netwerkscherm. Als je wil, kan je dat ook opdelen in twee verschillende, of in andere layouts. En dan op dat pijltje linksboven heb je, zoals bij veel programma's tegenwoordig, kan je zo een soort van de verschillende interfaces gaan selecteren. Dus de network editor is ons standaard zicht. Maar er zijn er verschillende. Als je dat wilt dicht doen, kan je hier op dat rechtspijltje zeggen close en dan heb je er systeem. Dat is zo het belangrijkste aan de interface, denk ik. En nee, nog een belangrijke is, als je iets selecteert, heb je hier rechts boven heb je properties ervan. De shortcut is daarvoor P, dus soms ja, is dat per ongeluk weg. En dan denk je, oh nee, ik kan niks meer aanpassen. Met P haal je dat terug en daar de node die je selecteert, dan krijg je eigenlijk alle eigenschappen van die node daar te zien. Nog iets goed om te weten is, hier heb je een adresbalk. TouchDesigner werkt eigenlijk met een soort van mappenstructuur, in de zin dat je componenten kan maken die een map zijn. Dus als ik uitzoom en ver genoeg uitzoom, dan ga je eigenlijk uit je map. En dan zie je dat standaard, dit is mijn homepagina, heb je een perform en dat project, dat staat er standaard in. Als ik dubbelklik op zoiets, dan ga ik erin. En in sommige nodes kan je ingaan, in sommige nodes niet. Dus de meeste nodes waarmee we werken zijn gewoon generatieve nodes, maar sommige zijn om je project te organiseren, een soort van mapjes. En dat ga je hier ook zien. Dus nu is mijn adres niks, het is gewoon home. Als ik erin ga, is mijn adres slash project 1. En je kan dan mappen in mappen gaan maken om dingen te organiseren. Maar dat is goed om te weten dat je soms per ongeluk ergens ingaat. Als ik op enter duw, dan ga ik erin. En als ik op u duw, dan ga ik eruit. Dus als je plots zo een ander zicht krijgt van waar ben ik, kijk even naar je adresbalk en zie dan dat je in de juiste node aan het werken bent. Dat is zo algemeen alles wat er te zien is op ons scherm nu. Hier is een update, dat is gewoon dat je gaat checken voor een update van TouchDesigner zelf. Dus daar kan je af en toe eens naar kijken of je de laatste versie hebt. Belangrijk, hier heb je een rechtstreekse link naar de wiki van TouchDesigner, naar het forum en naar tutorials. Dus daar kan je altijd gewoon rechtstreeks naartoe gaan eigenlijk vanuit TouchDesigner. En hier heb je een FPS counter. Dus nu zie je 60 frames per seconde. Als je ziet dat dat onder 30 begint te gaan, dan wil dat zeggen dat je netwerk redelijk zwaar begint te worden voor de computer om te renderen. En dan moeten we daar iets aan doen. Maar dat kunnen we. Jullie allemaal FPS wilt zien? Frames per second is dat, ja. Okay. Dit is belangrijk. Dus je kunt daarop klikken en verschillen. Dus dat is ook hier zie je. Hij rendert nu aan 60 frames per seconde. Je kan dat op 30 zetten. Als je echt een animatie of zou willen maken, dan kan je dat instellen dat dat gewoon de frames van je animatie wordt. Maar standaard laat hij dan meestal op 60 staan en proberen we dat te houden. Ik merk nu wel dat hij tankt. Ik denk dat dat een OBS is. Ja. Ja. Dus we zullen zien of dat mijn project straks nog gedraaid raakt. Ja, dus ik hoor. Dus dat is wel heavy. Maar ik hoop dat dat bij jullie allemaal 60 is. Is er nog een knopje naast dat je ook gewoon moet aanpakken? Ja, deze. Ja.
Die real-time mode, ja, dat hangt af als je aan het renderen bent of niet. Of, dat is vooral als je opneemt. Dan kan je dat uitzetten. Stel dat je een filmpje wilt maken, kan je dat uitzetten. En dan gaat die soms langer doen over de frame. Maar dan gaat in je filmpje dat wel een hele mooie frame zijn. Dus zeker als je opneemt met veel geometrie of zo, is het fijn om dat uit te zetten. Want dan gaat hij gewoon ja, de frame per frame echt helemaal uitrenderen. En deze. Ja, dat stopt gewoon alles. Dat heb ik zelf nog nooit gebruikt, eerlijk gezegd. Nee, dat is gewoon een stuk per ongeluk. Oh, ik heb niet dat gebeurt, niks meer. Ja, okay. Je gebruikt een paar dingen, dan heb je niks. Dus ja. Cooking data, en cooking is de term dat ze gebruiken, om te zien dat je rood eigenlijk hoe dat die berekend werd. Ja. Een beetje hetzelfde als de pauze genoemd, maar... Ja. Ja. Mm-hmm. Maar dat klopt dan. Ja, inderdaad. Daarom dat dat oranje is waarschijnlijk. Nu, dit is een netwerk en het is gewoon om zo in het begin een beetje in de vingers te krijgen hoe dat je die dingen met elkaar verbindt. Dus je hebt die lijntjes, als ik daarop ga, is dat geel. Als ik een lijntje wil disconnecten, dan kan ik op een, ja, dit is een input van deze node, kan ik die vastpakken en dan gewoon naar een lege plek slepen en dan gaat hem die, ja, disconnecten, zeg maar. En als ik het terug wil verbinden, dan ga ik op de output van de 1 staan en ik sleep dat en dan hangt aan mijn muis en dan kan ik dat in een andere pluggen. Dus dan moet je maar eens proberen om zo een node te disconnecten en dan terug te connecten. Dat is gewoon zoiets dat je, ja, in het begin, als je nog nooit van die node-based editors hebt gewerkt, die dat even wennen. Ja, dat is eigenlijk echt niet, dat is wel een goede manier om real-time interactive feed te worden. Ja, ja. Dus daar kom ik straks aan. Ja, ja, stiekem, bij jullie staat dat ook zo. Ik dacht dat het misschien belangrijk op moment. Oké, ja. Dus dat zal ik dan nu zeggen. Alle nodes, als je ziet, hebben verschillende. Zo links verschillende icoontjes en dan van onder een aantal icoontjes. Die linkse zijn eigenlijk, die gebruik ik wel veel. Als je dat bovenste, dat rondje, als je daarop klikt, dan krijg je eigenlijk geen preview niet meer, maar gewoon de naam van je node. En waarom zou je dat doen? Als je netwerk heel groot wordt, dan wordt dat ook voor de computer zwaar om al die nodes te renderen. Dus als hier je frames begint te tanken of te laag wordt, is het een goed idee om die gewoon allemaal op die naam te zetten. En dan ja, vraagt dat geen resources niet meer van je computer. Maar in het begin is het wel leuk om dat allemaal open te laten staan. Dat bliksempje dat heb ik zelf nog nooit gebruikt. Dat is iets als je cloning doet. Dat pijltje, wat er dan gebeurt, is dan gaat die node worden overgeslagen. Nu, in dit geval is dat een input node. Dus er is niks. Maar als ik dat hier doe, dan gaat eigenlijk mijn data gewoon van hier naar daar zonder dat er iets mee gebeurt. Dus dat is gewoon, als je een aanpassing doet en je wilt zien welke node, wat het effect van je node is, kan je dat eens testen door op dat pijltje te klikken. En dat slotje, als je dat doet, dat is ook nog wel een belangrijke, dan zet je eigenlijk die node op slot. En wat dat hem dan gaat doen, is wat dat je hier ziet, gaat hem opslagen in de file zelf. Dus hij gaat die image file gaat hem opslagen in de file zelf. Maar die kan dus niet meer veranderd worden. Dat is goed voor als je bijvoorbeeld image files mee wilt nemen met je project. Dan zet je die erin en dan zet je die op slot. En dan worden die mee gesaved in je file. Maar vanaf dat je dat op slotje uitdoet, dan geeft hem een waarschuwing van je gaat het slotje losdoen, als er geen input is, gaat hem kwijt zijn wat er stond. Dus als je dat losdoet en er is geen, en hij vindt die file niet meer bijvoorbeeld, dan ga je dan zijn die kwijt. Maar dat is voor, op zich gebruik je dat niet heel vaak, maar soms, ja, als je files wilt doorsturen naar iemand of zo, is dat een goed idee van dat, om zo al je gelinkte files eigenlijk op slot te doen en niet op slot te doen. En dan hebben we hier die icoontjes rechtsonder, dat is waar dat Frederik het over had, dus dat hangt een beetje af van wat voor soort node dat het is. Bij die paarse node heb je een blauw en dan een soort van bolletje met een kruisje door. De bolletje met een kruisje door noemt Viewer Active en als je dat doet, dan kan je eigenlijk in de node zelf gaan zoomen en scrollen en rondkijken. Nu, bij 2D dingen is dat niet zo van belang, maar bij 3D dingen is dat wel handig. Dan kan je gewoon, dus als je met de linker muisknop duwt, dan kan je ronddraaien en dan met je middelste muisknop kan je zoomen. Een rechtermuisknop kan je pannen. Als ik daarop duw, dan is dat weg en dan kan ik eigenlijk de node vastpakken. Dat is wel belangrijk, maar dan is die node vastpakken. Ja. Altijd op de naam zien. Ja, dus als je dat doet en je zegt van die staat niet goed, je kunt van onder, je kunt hem toch nog vastpakken en verslepen. Maar dus, dat is goed om te weten. Dat paarslagje, dat is voor, ja, daar komen we straks op bij 3D dingen, of dat ze al dan niet gerenderd worden. En de oranje voor wachten is dat ze al dan niet selecteerbaar zijn in de 3D-view, maar dat gebruik ik eigenlijk ook heel weinig. Wat ik wel veel gebruik is bij die paarse nodes, heb je ook dat blauw vlagje. En wat dat doet, is dat zet dat op de achtergrond. Dus stel dat je aan een netwerk bent aan het werken, stel van
dit is mijn laatste noot en ik wil hier iets veranderen. Het is handig dat je toch die noot kan zien om te kijken van als ik hier iets verander aan mijn noise, wil ik direct het effect zien op dat beeld. En als ik dat op de achtergrond zet, dan zie ik dat terwijl ik mijn noot ook kan zien. Dus dat is wel handig om dat soort van je laatste noot in je netwerk op de achtergrond te zetten. Soms is dat storend, maar het is wel handig om terwijl je aan het werken bent. Zeker als het op het einde als je aan het fine-tunen bent, doe je dat wel vaker aan. Ja, dus je kan eigenlijk dus je kan die groter of kleiner maken. Als je dubbel klikt op de hoek, dan gaat hem de verhouding een vierkant foto zou hebben. Je dubbel klikt op die hoek, dan gaat hem dat vierkant maken. Nu op zich probeer ik dat niet te veel te doen, omdat dat je netwerk zo wat slordig maakt. Dus als je Ctrl-Z doet, gaat dat ook terug weg als je dat per ongeluk zou doen. Soms is het handig als je dit van deze een belangrijke noot en ik moet daar veel in doen, dat je die groter maakt. Of voor notes die tekst tonen, is dat handig. Wat dat ik dan doe, is als je op C duwt, dan krijg je hier zo'n color dingetje en dan kan je note ook een kleur geven. Dus als je wilt dat er iets opvalt in je netwerk, omdat daar de settings zitten ofzo, dan kan je als met C deze minuutje oprichten en dan een kleur geven aan de note zelf. Zeker als je netwerk ingewikkeld wordt, is dat wel een goed idee om zo belangrijke nodes een kleur te geven en of groter of kleiner te maken. Oké. Dat is een beetje de nodes. En dan het meeste dat je gaat doen, is hier in die parameters werken. Dus als je een node hebt, zie je hier allemaal parameters en allemaal nummertjes. Veelal zijn dat sliders, zoals hier. We hebben wel die period, dus dit maakt nog niet uit wat voor ding dat is. Dus, als ik dat nummertje verander, dan gaat de vorm van die grafiek gaat veranderen. De grafiek is nu niet echt belangrijk, dat is gewoon een random, een noise. Dus die gaat een bepaalde wiskundige formule doen en willekeurige getallen daaruit doen en op en neer gaan. Als je eigenlijk, en die period gaat eigenlijk zeggen zoals je kan zien, hoe frequent dat die veranderingen zijn. En hier zijn allemaal verschillende eigenschappen die je met die sliders kan aanpassen. En die sliders hebben meestal een range. Kijk, in deze gaat van 0 tot 10, maar je kan dan meer zetten. Je kan dat op 1 erop zetten. Dus het is niet omdat de sliders maar tot 10 gaat, dat je dan niet op 200 kan zetten. Dus als je dat met je numeriek intypt, dan kan je dat altijd veranderen, meer als dat de slider is. Zeker zo de seat of zo. Dus weet dat je die sliders kan gebruiken, maar dat je die ook numeriek kan intypen. En dan een handige aan Touch Designer vind ik, dus dat terug op de achtergrond zetten, is als je een waarde wilt veranderen, bijvoorbeeld de amplitude, je kan met je middelste muisknop op de naam klikken en dan krijg je zo'n soort van mini-menuutje. Als ik dan met de middelste muisknop ingeduwd hou, kan ik de waarde gaan aanpassen naar links en rechts, dus groter of kleiner, met de hoeveelheid dat ik hier selecteer. Ik denk ook dat je gewoon in dat nummer kunt klikken en vasthouden. Ah ja, dus als je per ongeluk hier zit... Ja, dat is als je dat ja. Niet daar boven. Ja. Even klikken, vasthouden. Zo dus op die ene stellen. Ik zei ja. Vast, blijf ook. Doe eens de naam gewoon. Probeer het, want ja, schrijf met zo'n verpad. Misschien moet je, of ik kan daar niet mee werken, maar als je dat wel kunt. Dus probeer dan maar eens met de middelste muisknop. Op de naam, en dan krijg je zo dat dan moet ik het. Dat is niet de value ladder, hè? Zo van ladder. Dus als je die toe gaat met 0.1, als je eentje hoger gaat met 1, dan hoog dat er met. Ja, dus dat is heel handig als je bepaalde waarden heel fijn wilt aanpassen. En dat is weer al met hetzelfde idee, dat je eigenlijk naar je scherm kan kijken en de aanpassingen doen zonder dat je naar dat nummer moet beginnen kijken of intikken. Dus nu kan ik heel fijn eigenlijk gaan kijken wat is het effect van de waarde die ik verander, terwijl ik gewoon mijn muis links en rechts zet. Lukt dat met je trackpad? Ik doe ook meerdere waarden. Lukt dat voor jou? Of? Ja, dat weet je al. Dus dat is wel een handige, dus probeer dat in je systeem te krijgen, dat je dat gebruikt. Ja, dus dat zal ik hier, als je per ongeluk iets typt dat hem niet kent, bijvoorbeeld als ik A typ waar dat een cijfer is, gaat hem dat error geven. Ik moet maar eens, elke eigenschap heeft zo'n plusje. Als je daarop klikt,
dan zie je dat er zo dat die waarde eronder komt en dat je vier vierkantjes krijgt. Grijs, blauw, groen en paars. Grijs wil zeggen gewoon een nummer dat ik intik. En als je blauw klikt, dan kan je effectief een expressie gaan intikken. Dan kan je een formule intikken, bijvoorbeeld gedeeld door 2. Of eender welke Python-code kan je daar gaan typen. Als je Python kent, kan je hier... Dat blijft hangen. Dus nu, bijvoorbeeld hier bij die amplitude heb ik gewoon een A getypt en hij herkent dat niet als een expressie, dus dan wordt daar rood van, er is iets mis, dus ik kan daar gewoon ook een getal tikken. En dan herkent het A als gewoon een getal, dus dat is grijs. Dat groen, dat is als je linkt naar ergens anders, en dat paars heb ik ook zelf nog nooit gebruikt, dat weet ik niet wat dat is. Maar het is wel goed om te weten dat je hier ook makkelijk kan switchen. Later, als we dingen met elkaar gaan verbinden, dan gaat dat ook hier staan, maar dan kan je altijd ook gewoon switchen tussen je expressie en je gewone getal. Dus dat is wel handig. Is dat allemaal duidelijk voor iedereen? Yes, de volgende. Oké. Wat gaan we nu doen? We iets maken. Dus, selecteren van notes is gewoon linksop klikken. Als je meerdere notes tegelijk wilt selecteren, is met shift of rechtermuisknop en een kader getrekt. En dan mag je ineens alles gewoon wegdoen. Oké, en dan. Ik weet niet of dat dingen die je misschien op de camera gaat moeten pakken. Ja, inderdaad. Als je een note wilt toevoegen, dan kan je gewoon op een lege plek dubbel klikken en dan krijg je dit menuutje. En dat menuutje bevat eigenlijk alles wat je standaard erin kan zetten. En je ziet dat hij is onderverdeeld in verschillende hoofdstukjes of dubbel klikken. Dubbel klikken op een lege plek. Of tab, denk ik. Ja. Als je tab op je toetsenbord doet, krijg je hetzelfde. En dat zijn eigenlijk alle notes die er standaard in zitten. En ziet, die zijn onderverdeeld in verschillende families. Ik zal er heel snel even doorgaan. De paarse, de tops, de T staat voor texture en de OP altijd staat voor operator. Dus elke note zijn noemen dat operators. Dat zijn texture notes, dus zijn allemaal 2D. Images eigenlijk, en aanpassingen die je daar kan doen. Dus als je Photoshop-achtige bewerking wilt doen, dan kan je eigenlijk altijd hier gaan vinden. Dus je kan eens proberen, hier van boven heb je zo'n zoekveld. Als je begint te typen, dan gaat hij eigenlijk dingen beginnen uitlichten. Dus als ik nu zeg device, als ik device typ, zie je dat hij hier die uitlicht, die twee, en dan moet je maar eens video device in aanklikken, en dan hangt hij aan je muis, en dan klik je waar je dat wilt zetten. En als het goed is, dan gaat hij vanzelf de camera van je computer zoeken en die tonen, maar ja, misschien ook geen camera. Okay. Dus als je dat doet, kan je ook video file in WIS file. En dan doe je daar movie file in. Je moet dat je naar hier en dat gaat standaard zo'n banaan zijn. Als je naar hier gaat en op dat busje klikt, dan moet je bij nature of zo heb je filmpjes. Ja, dan pak je maar gewoon een filmpje. Ja, dan heb je een filmpje. Dus nu hebben we onze camera, of we zullen misschien allemaal gewoon zo'n file doen, dat is het handigste. Dus delete die maar en doe een movie file in, dus dan typ ik file en dan zie je hier movie file in. Voor touch design is een movie en een image is eigenlijk hetzelfde. Dus je hebt geen image file in ofzo, dat telt ook als een movie. Als je gewoon vanuit je browser er iets insleept, gaan dat ook. Dus gewoon een foto erin sleept, gaat hem dat vanzelf erin doen. Je movie file in, hier heb je je parameters, dus eerst één is waar dat die file staat, dus dat is het gewoon, ja, standaard is dat zo, de banaan, dat is zo'n beetje een inside joke van Touch Designer, gelijk dat de tape-op bij sommige 3D-programma's, of het apenhoofd bij sommige 3D-programma's is. Dus hier hebben we onze file, en dan elke node heeft een aantal tabs met eigenschappen, maar bijna allemaal hebben ze. Ze hebben allemaal een common. Lukt dat hier? Movie file in?
Lukt dit of? Ja, voor zo onze camera aan te zetten, dat ging eigenlijk niet. Ja, want doe anders maar even de camera weg en doe maar gewoon zo'n banaan. Dan zijn we allemaal hetzelfde, dan geef je me mee. Straks gaan we nog met de camera werken en dan zal ik even rondkomen en dat iedereen zijn camera juist heeft. Hè. Dus als je in plaats van device in, file inpakt, dan krijg je zo een banaan. En nu wil ik daar een node achter hangen. En bijvoorbeeld wat we typisch bij Photoshop doen, is zo de hue en saturation aanpassen. Dat kunnen we hier ook. Als je HSV typt, dan krijg je zo HSV adjust. Dus dat staat voor... Jullie kunnen een beetje met Photoshop werken, neem ik aan. Of goed, of zeer goed. Ja, oké. Als ik dat dan neerzet, dan staat dat in mijn netwerk, maar dat is nog niet verbonden. Dus dan kan ik in principe gewoon slepen van mijn banaan naar mijn HSV-adjust en dan komt die daarin. Handigere manier om te doen is, ik doe hem even terug weg, is op de output gaan staan van mijn banaan en dan rechts klikken. En dan terug gewoon typen wat je wilt, dus HSV-adjust, en dan hangt hij dat er direct aan. Ofwel zet je eerst de node en verbind je het daarna, ofwel klik je met rechts op de output en zet je dan je node. Dus je hebt tab en je kunt HSV en dan shift en dan shift en dan volgende, zo kunnen er vier na elkaar ofzo. Maar persoonlijk vind ik dat niet snel, alleen ik gebruik dat niet. Mensen die veel coden en tegen de muis zijn, die gebruiken dat ook. Ik gebruik het niet, maar dat kan inderdaad. Dus je kan met shift verschillende nodes aan elkaar selecteren en dan ze in één keer zetten. Dus hier hebben we onze banaan en hier hebben we onze instellingen. Soms is dat wat zoeken naar wat dat die instellingen doen. Een hele belangrijke, dat zal ik nu al direct zeggen, ik zal nog een paar keer zeggen. Hier van boven heb je die vraagtekens. Die i, de i is gewoon de informatie van die node. Maar dat vraagteken, als je daarop klikt, dan ga je eigenlijk naar de helppagina van die node. Dus ik klik daarop en dan gaat hem de Touch Designer Wiki openen van die node. Dus als je iets zoekt of je snapt iets niet, kan je dat zo doen. Dan ga je zo heel droog al de uitleg vinden van dat is dat, dat is dat. Maar nog een handigere is in de help gaan en dan operator snippet aanklikken. Wat hij dan gaat doen is eigenlijk, dat gaat even laden zijn, dan gaat hem eigenlijk een voorbeeld geven van alles wat hij, dus nu hadden wij een HSV gepakt. Waar is hem hier? Nee. Nou, ik zie het niet, maar alleszins als je ene welke node gaat, degene die ik nu heb blijkbaar, gaat selecteren, dan gaat hem eigenlijk verschillende voorbeelden laten zien en beschrijven van hoe dat al werkt. Dus dat is handig als je denkt van, hoe moet ik dat nu doen? Dan gaat er een hele uitleg soms bij staan. En dan kan je dat ook gewoon kopiëren en plakken als je zegt van, ik wil de instelling zoals hij dat hier gedaan heeft. En dan zie je hier allemaal voorbeelden van hoe dat die node kan gebruikt worden. Zeker in het begin is dat goed als je wat inspiratie zoekt van hoe kan ik dat gebruiken of je weet niet hoe je het kan gebruiken. Bij die help en dan snippet, daar zijn heel veel voorbeelden te vinden. Maar dus nu, ik heb op dat kruisje geklikt, dat gewoon weggedaan. Stel dat we nu gewoon onze bananen een andere kleur willen geven, dan kan je die hue offset doen. En dat is zoals bij Photoshop gewoon je hue gaan aanpassen. Dan heb je een file op dat je kan gaan een hue file zoeken. Dat is mijn... Dan kun je zo van alles gaan mee spelen om je banaan een andere kleur te geven. Zoeken naar iets funky. Ik moet pakken. Doe je die file weg eigenlijk? Bijvoorbeeld die hier bij controle die banaan gaan doen. Ah, dat push it klikken terug. Dat is eigenlijk het adres. En dan raakschrijven is dus één leveltje omhoog. Want je zit nu in nature. Dus je gewoon naar de map gaat. Of is het daar wel? Ja, daar staat het. Oké, dus hier kunnen we alles van, hier zijn rainbow banaan,
hier kunnen we eigenlijk alles van kleur en zo gaan veranderen. Zo zijn er heel veel nodes voor dingen aan te passen. Ik hoop er straks overal zo over de belangrijkste door te gaan. Een goede om te weten is, als ik rechtsklik en de nul node, dus NU intypen, dan krijg je 0. Dat is een node die we heel vaak gebruiken, maar die doet eigenlijk niks. In de zin dat, dat is gewoon een kopie van de vorige node. Maar in ons netwerk gaan we vaak dingen aan elkaar linken en dingen veranderen. Stel dat ik nu die nul node, dat ik een andere movie file in heb. Ik heb hier een vlinder. En ik wil alles van, ik wil die banaan veranderen door een vlinder. Maar ik wil niet dat die vlinder ook die kleurverandering krijgt. Dus als ik die banaan verander door die vlinder, dan ja, gaat die ook die kleur doen, wat je dan nu niet echt kan zien. Maar stel dat ik wil van nee, die vlinder moet gewoon blijven zoals ze is, dan kan ik eigenlijk gewoon die nul veranderen, of de input van die nul veranderen door iets anders. En dan alles wat achter die nul zit, gaat dan gewoon mooi aanpassen, zonder dat ik hier in HSV adjust op mijn vlinder moet steken. Dus ik ga dat proberen vandaag ook altijd toe te passen in de netwerken dat we gaan maken. Die nul node, dat, ja, dat je dat mee in je systeem krijgt van dat te gaan te gebruiken. Ik zet ook mijn dingen zoveel mogelijk op dat grid. Je hebt zo'n grid, maar allee, dat hoeft niet. Maar als je een beetje OCD hebt, zoals mij, is dat goed om dat te doen. En geef je eigen ook ruimte, want soms zijn er uiteindelijk zo je netwerk gaan maken. En dan pak dan gewoon even de tijd van de dingen uit elkaar te trekken. Dat is niet erg, van daar 2 minuten mee bezig te zijn. En je eigen terug ruimte fysiek, alleen of screen space te geven, dan gaat je workflow ook aangenamer en efficiënter terug worden. Dus vergeet dat niet te doen, want soms zit het er zo in en dan ja, zet je eigenlijk aan het frustreren wat het niet de bedoeling is. Ja, die flags had ik al getoond. En ja, nog een belangrijke, of daarnet zagen we al dat je zo'n error kreeg. We zullen nog eens een proberen te doen. Dus één node die je heel vaak gebruikt is de composite node. Dat is eigenlijk als je twee of meer textures met elkaar wilt gaan combineren. En als je er maar één insteekt, dan krijg je zo'n rood kruisje. En dat is een error. En die error, rood kruisje, wil zeggen dat hem niet kan doen wat hem moet doen. Soms is dat een driehoekje en dan gaat hem wel werken, maar dan ja, is er toch iets dat mist ofzo. Maar in dit geval een error, als je op dat rondje klikt, dan kan je zien wat de error is. In dit geval is dat gewoon not enough sources specified. Dus die node heeft specifiek twee inputs nodig. Dus we kunnen er gewoon 2 inslepen en dan is die node weg. En dan kan hem zijn bewerking doen wat hij wil doen. Dus het goede is dat zo een rode dingetje dat blijft zichtbaar, ook als je uitzoomt. Dus als je een project hebt waar dan een error in zit, dan zie je dat van buiten ook. En dan kan je daar gaan inklikken en gaan zoeken welke node heeft die error. Dan klik ik op de error en dan zie ik wat het probleem is. Ja, dus je kunt ook met die middelste muisknop erop duwen of hier op dat informatieknopje en dan heb je hetzelfde. Dat informatieknopje is sowieso handig voor eender welke node om voor te zien hoeveel pixels heb ik. Dit is nu 1280 op 720. Maar bijvoorbeeld als je een foto gaat inslepen, zeker bij jullie, die te groot is, want dit is allemaal de gratis versie dat jullie hebben. Die zijn beperking is dat die maximum 1280 op 1280 pixels van een image kan pakken. Dus als jij een grote foto erin doet, dan gaat er zo een geel uitroepingstekentje bij staan en gaat hem zeggen, je licentie laat maar toe en gaat hem die automatisch resizen naar de maximum maat. Dus dat is iets dat je heel vaak gebruikt, middels de muisknop erop, of dat hier, dat doet hetzelfde, dat geeft informatie over de node. Oké, dat heb ik gelicht. Ja, dat is nog een goede misschien om te doen als je aan een project werkt. Dus stel, mijn netwerk is klaar, prachtig, ik heb een private banaan. Dan kun je hem opslagen en dan kun je gaan browsen zoals je het kent. Maar het is een goed idee van in het begin een projectfolder te maken. Dus als je een project hebt dat je weet dat je even aan gaat werken en waar er verschillende files gaan bijkomen, kan je zeggen create project folder en dan kan je aanvinken of dat je mapjes moet maken voor al die input. Dus als je bijvoorbeeld met veel audio files werkt, dan kan je zeggen ik wil een audio mapje en een mapje voor mijn movies en een mapje voor mijn images en een mapje voor mijn 3D dinges. In dit geval zal ik dat gewoon op de desktop doen en dan geef je de naam. Hè.
whatever. En dan kun je zeggen rename, dan gaat hem uw file ook diezelfde naam als dat project geven en dan create. En dan maakt hem die mapjes aan voor u en dan start je op. Dus dat is op zich wel goed om je project bij te houden. Want dan als je project opslaagt, later, dat is wel goed om te weten, hij gaat dat indexeren. Dus elke keer als je dat opslaagt, zet hem daar een nummer achter. Dus nu heb ik dat 1 dat ik dat nooit opslag. Ik krijg de 2. Bij jullie is dat misschien hetzelfde, misschien hebben we dezelfde file kunnen twee keer achter elkaar opslagen. En dan kijken die in dat volgje. Staat er dan 1, 2, 3, 4 of staat er gewoon 1 enkel? Ja, oké, ja, maar dat is niet. Waarschijnlijk bij. Dat is oké, ik kan het zien. Dus dan gaat hem oudere versies gaat hem in de backup folder steken. Ofwel slaagt hij niet, zelfs dat weet ik niet als een instelling. Maar degene zonder nummer is altijd de laatste versie. Dus je kunt altijd daarop klikken om verder te werken. Maar hij gaat dus wel oudere versies bijhouden. Maar het is wel goed om te weten dat dat er is. Maar ook dat als je project klaar is, dan kun je eigenlijk die backup folder weggooien. Nu op zich, die files zijn miniem. Dus zelfs een heel groot project dat is vaak niet meer dan een megabyte groot. Dus dat is niet zo erg van die bij te houden. Oké. Daar heb ik gedicht. Ja. Nu zullen we even snel iets maken, gewoon voor eigenlijk de soort van de core kwaliteit van DevDesigner aan te wijzen. We hebben onze banaan. Of je mag ook misschien ook de webcam pakken voor degene die dat kan. Dus die is device in. En dan bij mensen dat dan niet lukt, moet je even zeggen of dat je hier je eigen gezicht krijgt te zien of niet. Ik weet niet of dat die moet geïnstalleerd worden. Ik moet zien of dat hier bij device, ja, staat er niks niet bij van, ja, dan zullen die drivers en die dat ja. Oké, maar we kunnen het op zich ook met de banaan doen. Yeah. Even checken. Ja, dus stel dat we, als je in Photoshop, jullie weten het principe van een mask, hè, van dat je zo zwart-wit, dat is ook iets dat je hier heel makkelijk kunt doen. Dus ik ga een nieuwe node maken en ik noem die circle, of ik pak circle. En dan krijg je zo'n witte cirkel. Ja, dus voor die camera, je moet eens zien of dat bij device, als je daarop klikt, of dat je camera erbij staat of niet. Dus normaal is dat integrated webcam of zo, of default webcam. Ja, bij mij is dat anders omdat ik geen Mac heb. Maar. En dan bij de library moet je zien of dat je Media Foundation moet pakken. Ja, bij Apple kan het zijn dat je Media Foundation als library moet pakken. Oké, maar dus als je je camera of de banaan hebt, dan maken we dus een nieuwe node en je noemt gewoon een circle. Dat is een van de standaard nodes. En we gaan die twee combineren. Dus nu ga ik rechtsklikken op mijn camera en zeggen composite. Dan hangt daar die composite aan. Dan zet hij er maar zo'n beetje verder. En dan ga ik ook mijn cirkel daar invoegen. En dan ga je zien dat je zo een uitgeknipte cirkel krijgt. En dat is omdat die composite, die staat standaard op multiply. Dus die gaat het ene met het andere vermenigvuldigen. Dus we hebben een witte cirkel, dus alles binnen de cirkel behoudt hem. En de opzichtige achtergrond, dus dat is 0, dus alles wat er buiten de cirkel valt, wordt ook 0. Van die multiply, dat is een van die, dat zijn eigenlijk een beetje zoals die blending modes bij Photoshop. Dus je hebt zo die screen en over en al die dingen. Kun je hier ook doen. Dus add, dan gaat het er gewoon bij elkaar optellen enzovoort enzovoort. En je ziet dat mijn output is vierkantig geworden. En mijn kop is zo smaller als in het echt. Dat is omdat hij pakt, als je die kom selecteert en bij transform gaat kijken. Dan staat van boven fixed layer. En dat is eigenlijk de pixels dat hem gaat pakken om als output te gebruiken. In dit geval willen we eigenlijk dat input 1 is.
dan zien we dat onze cirkel eigenlijk gestretched is. En dat is omdat die prefit overlay, dat is eigenlijk wat dat hem dan met de andere lagen moet doen. Nu staat daar veel, dus dan gaat hij naar buiten stretchen, omdat onze eerste foto eigenlijk vierkantig is. Dus er zijn twee mogelijkheden dat we kunnen doen. We kunnen zeggen fit horizontal of fit vertical, en dan gaat hij dat proberen te passen. Fit best, dan gaat hij kiezen welke dat het beste lukt. Fit outside, ja, dan gaat hij het opschalen dat het zeker helemaal vult. Of native resolution. Dus nu onze, als ik met mijn middelste muisknop op mijn cirkel klik, dan zie ik dat dat 256 op 256 pixels is en mijn input van mijn webcam is groter. Dus in dit geval is dat niet zo moeilijk om gewoon te zeggen fit horizontal, maar om het aan te leren als je zegt van ik wil toch twee dingen combineren, is het een goed idee om ze even groot te maken. Dus in dit geval wil ik mijn cirkel, als ik bij common ga, kun je altijd de resolutie aanpassen. Ik wil dat dezelfde resolutie is als de videofile, dus ik ga daar kijken. Je kan het eigenlijk zien als ik middelmuisknop op de info doe, zie je 640 bij 480. Dus ik ga die getalletjes hierin vullen. 640 bij 480. Ja, als je een banaan hebt, ja, dan gaat die cirkel daar maar een stukje afsnijden natuurlijk. Dus nu hebben we eigenlijk twee beelden die even groot zijn. Dus nu zou dat op zich niet meer uitmaken of ik switch tussen input 1 of input 2. Ja, maar dus op zich is dat gewoon. Je cirkel is niet diep, dus je hoogte is niet juist van de resolutie. Selectief. Dus 270, dat is 27. Dat is 27. Ja. Ja. Oké. Dus het is een goed idee om die even groot te maken. Is dat gelukt tot zoiets te komen? Maar dus nu zien we dat onze cirkel, ja, die is zo afgesneden hier van boven, is eigenlijk te groot, dus we willen die kleiner maken. Je ziet hier, als ik op de cirkel ga staan, dat hier gewoon... Nee, sorry. Dat hier gewoon, hier staat een radius. En 0,4 op 0,4. En belangrijk is dat bij sommige dingen, heb je hierachter zo een drop-down menu. En hier, dat je dat kan instellen in verschillende verhoudingen. Dus je kan zeggen, nu is dat fraction aspect, dus nu gaat hem kijken hoe groot is mijn afbeelding. En dan gaat hem 0,4 daarvan gebruiken als de schaal. Maar je kan dat ook ingeven in pixels bijvoorbeeld. En dan kan je die gaan aanpassen. Dus nu heb ik dat in pixels gezet en kleiner gemaakt. Maar nu is dat onafhankelijk van hoe groot dat mijn afbeelding is. Als ik hier mijn afbeelding groter maak, gaat die cirkel altijd 146 pixels blijven. Wil ik dat niet, vind ik dat wel. Dat hangt gewoon af van de case. In dit geval wil ik hem gewoon iets kleiner, dus je kan het in beide gevallen doen. Het is ook nog handig om te weten, als ik twee waardes, dus deze is eigenlijk een x-schaal en een y-schaal, als ik die tegelijk wil aanpassen, dan klik ik op de naam. En dan gaat hem er tegelijk telkens 10 pixels aftrekken of bijdoen. Maar je kunt ze ook één voor één aanpassen door... Maar volgens mij is de middelste muisknop gewoon anders ingesteld. Dat is niet meer. Nee, dat hoeft niet. Dus en dan kun je dus x en y apart doen, dat wil ik niet zeggen. Dus dat je kunt de waardes apart gaan doen door in het veld te klikken en de twee waardes tegelijk of drie waardes, afhankelijk van hoeveel er zijn, door op de naam te klikken. Dus dat is wel een verschil op de naam en op het cijfer. Apart doen is een verschil. Oké. Okay. Dus dat blijft afgezien, dus daarom willen we een cirkel. Dus
pak je cirkel is in zijn resolutie. Dat is 640x480. Mooi is de resolutie. Als je bij eentje klikt, kan je het zien. Dat is een pixel, dus 100. Dit is 1280 op 720. Dus maak dat gewoon zelf aan de vraag en dan gaat dat kloppen. Is dat nog iets? Niet al eens woordje. Eentje naar boven dan eerst. En dan is het per pixel, dus per 1. Ja. Of per 10 is dit geval handiger dan. En je zegt, bij de value ladder, dus naar boven is grote stappen, en in het schil kleine stappen. Oké, dus nu hebben we zo een mooi zicht op een uitgesneden banaan, of een uitgesneden gezicht. Nu, stel, wat ik wilde aantonen is dat we die texturen en al die waarden die we hier hebben, we gaan die kunnen veranderen aan de hand van bijvoorbeeld geluid dat inkomt, of aan de hand van een Excel-file of wat dat je wilt. In dit geval wil ik eens naar de groen gaan, dus ik dubbelklik en ik klik op de chops. CH staat voor channels. Dat zijn eigenlijk alles wat dat met audio te maken heeft of met kanalen. Dus dat zijn eigenlijk gewoon grafieken of getallen die door de tijd veranderen. Dus je ziet daar al staan, audiofile in, audiofile uit, dus dat is alles wat dat met audio te maken heeft. Maar nu gaan we heel simpel beginnen met een constant. Dus een constant is gewoon, ja, wat het zegt, dat is gewoon één getal dat je een waarde geeft. Als je die zet, dan zie je, je hebt een naam en een waarde. We kunnen hier een naam geven. Wat gaan we daarmee doen? Ik wist al niet meer. Ja, size, bijvoorbeeld. Ja, maar. En dan heb je een slider die je standaard van 0 naar 1 kunt groter en kleiner maken. Nu kunnen we gaan zeggen, ik zal good practice doen, ik ga hier op rechts klikken en ik ga hier een 0 achterhangen. Dus dan heb ik een 0 die eigenlijk een kopie is van mijn constant. Lukt dat? Yes, is iedereen zover? En nu, dit is een beetje, in het begin is al wat raar om te doen, we willen bijvoorbeeld zeggen dat onze cirkel, ik ga daar hier terug op fraction aspect zetten en .5 maken. We willen dat we onze cirkel kunnen controleren in grootte met onze size hier. En zoals ik zei, we kunnen al die getalletjes hier gaan veranderen door andere nodes. Als we dat willen doen, dan moeten we eigenlijk dat kanaal hier gaan inschrijven. Maar dat kanaal dat kunnen we er alleen aan door in die node te gaan, dus dan moet je op dat Viewer Active dingetje klikken. Dus dan moet je maar eens proberen, dan wordt dat zo groter en dan kun je dat kanaal selecteren en dan wordt dat zo groter als je muis erover houdt. Ja, dat. Dus dat is zo dat Viewer Active over de shortcut daarvoor is A. Dus als je muis selecteert en A doet, dan gaat hem dat groter maken. En dan kunnen we op onze cirkel gaan staan, en dan hebben we onze cirkel, de parameters van onze cirkel zien. En dan kun je met je muis eigenlijk dat kanaal gaan pakken en slepen naar waar je wilt. In dit geval wil ik dat zowel naar de X als de Y, dus ik sleep dat naar de naam. En dan gaat hem dan erop. Als je dan loslaat, dan krijg je een menuke en dan zeg je chop reference. Je wilt eigenlijk refereren naar die chop. Dan chop je dat kanaal. En dan ga je zien dat we met die slider onze bol groter en kleiner kunnen maken. Dat is in het begin zo van een rare methode, maar na een tijd wordt dat... zet je dat gewoon aan en denk je daar niet meer bij na. Dus wat je in het begin vaak doet, is die node pakken en die node slepen, maar dat werkt niet. Of dan staat die zo daar ergens. Dus herinner dat je in die node moet gaan en het kanaal moet selecteren dat je wilt hebben. Als je dat graag typt, kan dat ook. Dus op dat plusje typ, dan zie je nu dat daar een expressie is gekomen. Namelijk, operator staat voor node en dan de naam ervan. En dan tussen brackets de naam van het kanaal. Dus je kan dat ook typen of je kan dat slepen. Bij wie is dat gelukt? Dat te doen? Yes. Ja, dus nu moet je kijken dat je cirkel, dat die hier... Als je een cirkel selecteert, dat op A staat, dus op fraction aspect, en niet op pixels. Anders heb je nu tussen 0 en 1 pixel groot, wat dat natuurlijk niet groot is. Ah, dat is wel anders. Moet ik dat dan? Ja, terug naar de naam.
Non-shock reference. Nu kunnen we dus onze cirkel groter en kleiner maken. Maar als we dat op 1 zetten, dan is die veel te groot. Ja. Dus eerst ga ik op die 0 staan en ik klik op dat Viewer Active rechtsonder symbooltje. Dan krijg je deze, dat zo groen wordt als je muis erover gaat. En dan ga ik naar mijn cirkel en wat ik eigenlijk doe is op die 0 gaan staan, dus op het kanaal dat ik wil, die 0,96 megahertz. En ik sleep dat, ik hou dat vast, dat wordt zo'n pijltje. En ik sleep dat totdat dat op die naam wordt. Dan wordt dat zo'n plusje. Als ik dan loslaat, kan ik zeggen wat moet ik daar juist mee doen. En in dit geval wil ik een reference doen. De reference gaat een hele tijd bijhouden. Dan gaat de hele tijd refereren naar deze waarde voor die cirkel. Gelukt? Ja, met die trackpads. Ja. Zo, met de naam, ja. Van de radius naar boven. Ja, dan is het. Dan liggen we ergens. Ja, oké. En nu is die 0, maar ik wil er ook staan. En dat is niet selecteerd gewoon. En dan die slider, die je bedoelt. Dat gaat er groot en mee worden. En nu moet je kijken, dus dan je cirkel. Als je cirkel, als je die niet meer ziet. Zie je dat hier op die A staat, want anders zou dat in pixels aan het veranderen, dus dat van 0 naar 1 pixel, en dat is klein. Zie je dat hier op A staat. Maar nu kunnen we die veel te groot maken, hè? Want nu maken we die eigenlijk straal 1, maar heel de breedte van uw ding is straal 1. Dus eigenlijk wil ik hier een node tussen zetten, dat dat van 0 naar 1 verandert, tussen misschien 0,2, heel klein, tot 0,4. Als ik rechtsklik op zo'n wire, dus als die geel wordt en dan rechtsklik, dan kun je zeggen insert operator. En zo kun je eigenlijk ja, nodes tussen andere nodes gaan praten. En ik ga daar een maat tussen steken. Dat is ook een node die we heel veel gaan gebruiken. Dus een maat kan eigenlijk allerhande wiskundige bewerkingen doen. En één dat we heel veel gebruiken, is eigenlijk als je hier naar de range gaat. Dus iedereen heeft zo'n maat node ertussen kunnen zetten. Dus bij die range zie je een from en een to. Dus alle waardes die je tussen 0 en 1 gaat binnenkrijgen, gaat er nu outputten ook tussen 0 en 1. Nu, je gaat zien, later als je voor een audio aan het werken bent of met iets anders, kan zijn dat je waardes krijgt tussen min 10.000 en 4. Dan kun je dat heel makkelijk gaan omzetten naar waardes die voor u veel meer gebruiksvriendelijk zijn. Nu, in dit geval willen we dat gewoon eigenlijk de helft doen of kleiner. Dus we willen, als we op 0 zetten onze slider, willen we dat onze kleinste cirkel bijvoorbeeld 0,2 is en de grootste cirkel 0,4 ofzo. Dus als we nu onze slider gaan aanpassen, dan gaan we zien dat dat de kleinste 0,2 is en de grootste 0,4. Dat is nog altijd veel te groot. Nee. Ik heb hem hier. Ja, daar is fout gedaan. Lukt dat met jullie wel? Ja, bij mij. Ja. Oké, maar ik kom even kijken. Oké, weet je wel. Wat deze een beetje een heel basic uitleg van de kracht van touch design is dat je eender welke grafische of wat dan ook output kunt gaan bedienen met eender welke soort input. Dus dat je kunt linken tussen getalletjes, 3D objecten en 2D texturen. Nog een belangrijke is dat je, ik ga even die achtergrond uitleggen. Je ziet hier hebben we wires tussen, hè? Hier hebben we die paarse draadjes tussen en hier is zo een pijltje tussen. En dan is om aan te duiden dat er wires hier vandaar gebruikt worden, maar dat is geen directe link. Als dat te druk wordt, kun je dat ook uitzetten met X en dan zie je die niet meer, maar dat is wel handig.
En je ziet ook of dat data doorloopt of niet. Dus nu is dat gewoon een statisch dingetje. Op het moment dat ik dat verander, de frame dat ik daar aan het veranderen ben, loopt dat pijltje eigenlijk. En hier hetzelfde. De frame dat ik dat verander, zie je dat die wire dat die geanimeerd is. Zo kun je eigenlijk zien dat er informatie door een stroom is, of dat die herberekend wordt eigenlijk. Nog een handige, of iets dat je heel vaak gebruikt, is een noise. En heb je in bijna alle verschillende versies. We zullen nu een groene pakken. Doe maar iets een noise. Dat is een beetje wat ik daar net probeerde uit te leggen. Dat is eigenlijk een generator van random of semi-random getallen. Je hebt daar allerhande soorten formules voor, zeg maar. Een random is letterlijk verschillende... gewoon random getallen tussen min 1 en 1. Die noise gaat altijd tussen min 1 en 1 gaan. Die Hermite is een bepaalde methode die in Alligator allemaal verschillende methodes. Die is seed. Ken je dat principe van zo'n seed van de noise? Dat is random. Als je dezelfde seed pakt, dan gaat deze altijd hetzelfde zijn. Dus dat is handig om te weten als je effectief dezelfde output wilt, dat je diezelfde seed moet gebruiken. De period is, zet daar mensen mee, dan zie je wat dat doet, dat gaat gewoon kleiner of groter worden. En die harmonics is eigenlijk hoeveel, als je een golf hebt, hoeveel golfjes er nog in de golf zitten, bij wijze van spreken. De roughness, gebruik ik eigenlijk nooit. De exponent is hoe fel dat, hoe smooth dat er is eigenlijk, dus hoe recht dat er veranderingen zijn. Amplitude is gewoon hoe groot. Dus als je 1 zet, dan gaat het tussen min 1 en plus 1. Of gaat het tussen min 1,5 en plus 1,5 gaan. En dan met die offset kun je zeggen, van ik wil alles positief. En dan kun je zeggen, ik wil dat een halve naar boven. Of een halve naar onder, een negatief doen. Wat dat je wil. Maar het boeien aan die noise is dat we kunnen zeggen, als je in transform gaat, en op dat pushje van translate klikt, dan kun je die eigenlijk verplaatsen in de x en z. Dat is een beetje een raar concept, want dat zijn gewoon waardes. Maar dat is gewoon hoe dat berekend wordt. Als ik daarmee sleep, dan zie je dat die noise verandert door de tijd. Maar we kunnen daar ook in plaats van een nummerje, kunnen we daar een expressie gaan intypen. En een dat we heel vaak gebruiken, dat gaat er ook in dat, je mag straks allemaal zo'n bladje daar pakken. Dus je moet dat even natypen. Dus apps, abs, van absoluut. En dan time, met hoofdletter T. En dan een punt en bijvoorbeeld seconds. Wat dat doet, dat is een Python-expressie die is ingebouwd in TouchDesigner, is gaat kijken naar de tijd die verlopen is sinds dat die nog bestaat, basically. En als je dan tikt, als je dan enter doet, en dat is niet rood als dat blauw is, dan zie je dat daar een counter is, basically. Dus die is aan het optellen, elke seconde, elke frame telt die verder op. Zo kunnen we eigenlijk heel makkelijk iets animeren. Nu, deze is redelijk traag. Je hebt seconds, in plaats van seconds kun je ook frame zeggen. En dan gaat hem veel sneller veranderen. Dan nog, als dat sneller of trager moet, we kunnen daar altijd, als een expressie, dus we kunnen dat deel door 2 doen, dan gaat dat dubbel zo traag, of maal 2 gaat dat dubbel zo snel, of wat dan je doet. Alleen apps time tot second en apps time tot frame is iets dat we heel vaak gebruiken, specifiek met die noise. Notes om die door de tijd te veranderen. Daar staan er wat handige tips op. Bij die noise heb je nog een ding, je hebt die channel. Als je naar channel gaat, bij de meeste groene notes, kun je je eigen kanaal aanmaken. Dus daarnet hadden we een kanaal size gemaakt, we zullen nu eens een kanaal x spatie y. Dus als je een spatie doet, dan gaat hij gewoon twee kanalen tegelijk maken. Dus je kunt zoveel kanalen als je wilt in één keer maken. Dus ik heb nu twee kanalen gemaakt, gewoon door een spatie ertussen en dan een naam te voegen. En hier zie je eigenlijk hoeveel samples dat kanaal heeft. Dus standaard maakt hem 10 seconden aan 60 samples, maar je kan ook zeggen, want ik wil eigenlijk maar 1 sample of zo. En dan gaat hem... Dat is niet iets dat je ze snel doet, maar je gaat hem maar 1 sample in een tijd opnieuw maken. Weet gewoon dat je dat kunt aanpassen als nodig is. Op zich
Laat die dan meestal zo staan. Maar in sommige gevallen moet je een specifiek aantal samples hebben en dan weet je dat je dat hier kan aanpassen. Je ziet het enorm een beetje lijkt op zo'n berglandschappen. Dat is niet toevallig. Dat is eigenlijk van Ken Perlman die dat gemaakt heeft, een bedrijf voor Toy Story te maken. En die dat gebruikte dan zo natuurlijke textures te maken in bepaalde omgevingen, zoals hout of voor landschappen bijvoorbeeld te maken. Dat is eigenlijk een idee die we hebben. Dus die enorme Sperling Boys en andere varianten zo nog veel hebben worden gebruikt. Ja, want als je voor het random gaat zetten, dan ga je zien dat hij ook niet verandert. Want hij weet niet hoe dat we dan moet doen. Als je random wilt animeren, dan moet je die seed gaan animeren. Dat is gewoon letterlijk random dan. Dus dat is ook iets dat je zeker bij generatieve dingen niet snel gaat doen, omdat dat niet per se mooi is. Vaak wil je iets dat iets verandert door de tijd, maar niet heel de tijd. Sprint om het zo te zeggen. Ja, wat dat ook wel is, maar. Oké, dus nu hebben we hier twee kanalen en we zouden eens kunnen zeggen van ik ga die onze constant vervangen, dus ik ga naar onze maat en ik dus niet meer erin klikken, want dan krijg je gewoon de kanalen eruit of dan krijg je ze onder elkaar. Ik ga zo dat draadje geel wordt en dan vervang je dat draadje. Dus dan heb je hier XI. En zoals ik daarnet zei, onze noise, we zullen eens gaan kijken, die gaat van min 0,5 tot plus 0,5. Dus ik ga dat hier in de range, de from range, invoegen. Min 0,5 en plus 0,5. Je ziet dat onze circle een error geeft, want dat zegt ik heb eigenlijk geen, want dat zegt, ik vind die size niet. Hij zoekt naar die 0,2, die hebben we, maar er is geen kanaal dat size noemt. Dus wat we kunnen doen is hier bij die bovenste die size vervangen door x en hier die size vervangen door y. Wat je ook kan doen, als je zegt van ik wil dat niet de hele tijd veranderen, nu staat die x tussen aanhalingstekens. Ik kan ook gewoon zeggen 0, zonder de aanhalingstekens. En dan gaat hij gewoon het eerste kanaal pakken wat dat er is, ongeacht de naam van het kanaal. Dat is soms wel handig als je vaak dingen aan het veranderen bent en je moet dan niet de hele tijd die naam veranderen. Dan heb je gewoon gezegd kanaal 0 en kanaal 1. Zoals alle computerdinges is 0 het eerste kanaal en niet 1 het eerste kanaal. Dus nu krijgen wij eigenlijk onze bol die dan in x en y een beetje random gaat beginnen bewegen. Is dat gelukt voor iedereen? Nou, dan vraag ik me af waarom die noise zo soms gespinkt in is. Die is normaal zo vloeiend, maar dan soms gaat die ineens zo random zo in de schorsing. Dat is een goede vraag. Dus dan moet je eens kijken naar je playhead beneden. Dat heeft een beetje te maken met die samples dat ik zeg. Dus wat dat dan doet is, als ik naar het kanaal ga, ik heb nu, bij jullie staat er waarschijnlijk nog op seconds. Ik heb nu 10 seconden. En wat hij eigenlijk doet, is hij gaat hier door. En als hij op tijd is, begint hij terug aan het begin. En daar kan de sprong in zitten. Waarom is het beginnen? Dus dat heeft een aantal samples en hij begint terug. Dan eigenlijk van wat, als je dat niet wilt, als je dat weg wilt, kan je hier zeggen. Bij common kan je zeggen time slice. Dat weet ik zelfs niet helemaal zeker. Maar goed, dan gaat hij een sample per keer bekijken gewoon. Dan ga je zien, dan is dat niet meer zo een grafiek, maar dan krijg je gewoon twee waarden. Dat zijn de waarden die zijn doorgaan. Ah ja, en dat is eigenlijk hetzelfde, maar dat is niet. Dat is niet geregistreerd door die dinges. Dan kan het nog zijn, want het kan zijn dat we aan het einde terug gespeeld. Is dat ook dat je nu 640? Ja, ja, maar. Ja. Nee, want dat blijft. In absolute time, als je gewoon time zou pakken, dan gaat hem die 10 seconden pakken, maar in absolute time blijft eeuwig door tot ik naar een transform ga. Ja, er zit nu al een. Ja, dat is een tijd. Ja, dat is gewoon een absolute.
Ja, ja, ik denk het start van het programma, of ja, start van het programma. Je hebt ook de tijd van de nood, maar op zich, ja. Dus in dit geval zou je dat zo kunnen doen, dat dan gewoon, omdat je toch enkel die ene sample per keer maar nodig hebt. Ja, dan is dat niet meer. Dan is dat niet meer, ja. En er zijn nog andere technieken om dat te omzeilen, zeg maar. Oké, maar kijk, cool. Als dat gelukt is met iedereen. Ik ga nog even over de output gaan, van hoe krijg ik deze naar buiten. Want ik heb nu hier zo'n nood, maar hoe... Zo, je kunt dat niet zo presenteren aan mensen, van kijk wat ik gemaakt heb. Als we dat gedaan hebben, dan zullen we misschien even een break pakken en dan zullen we allemaal voorbeeldjes gaan doen. Dus, belangrijk, mijn output, als ik uitzoom uit mijn project, of uit mijn dingen, heb ik hier een ding project 1 en hier een ding geperformed. Dus als ik op huisje klik hier, home, is eigenlijk het start van heel mijn file. En die perform is eigenlijk de twee modussen dat TouchDesigner in kan werken. Nu zijn we in edit bezig, maar als je je installatie wilt laten werken of je voorstelling wilt doen, dan ga je eigenlijk in perform mode gaan. En wat je gaat doen is, alles wat hier binnenkomt, gaat hem outputten en voor de rest gaat hem niks laten zien. En nu gaat hem eigenlijk project 1 outputten, maar project 1 is gewoon zwart. We hebben daar dingen in gemaakt, maar hij toont die nog niet. En dat is omdat we hier, als je dat project 1 selecteert, kun je naar look gaan en hij zoekt eigenlijk voor de node out 1 om te tonen. Maar we hebben nog geen node out 1 gemaakt, dus we zullen die even maken. Ik klik rechts op mijn finale node en de out node is, dat is niet file out of device out, dat is gewoon out. Dat is een node die ervoor zorgt dat het component waar je aan het werken hebt, eigenlijk een output slurfje krijgt. Als ik nu hier ga, dan zie je dat ik hier een output heb gekregen. Dat zorgt die out voor, maar die zorgt ook dat hij nu die file wil, of die node wil vindt, en dat als achtergrond gaat gebruiken. Dus je wil eigenlijk dat je project een achtergrond heeft, en je kunt één de wire typen, je kunt hier ook 0, ik weet niet, 01, ik vermoed dat ik een 0 heb, ja, je kunt hier één welke naam uit uw netwerk gaan typen. En die punt slash wil zeggen, kijk in mijmen. Dat is zoals een adres van Windows, als je mij vormgegeven is. Dus als je wilt kijken naar een mapje in mezelf of een node in mezelf, dan doe je dot slash en dan de naam van de node. En dat is wel een beetje common practice om op het einde van je netwerk je output in een out te steken. Belangrijk is dat paneel ook, als je onder de layout gaat, heeft ook een resolutie. Dus als jij een bier hebt met een andere resolutie, dan is het dan echt van hier de juiste resolutie te geven. Ik ben een gratis versie, ja, dus ja. Dus de standaard voor een beamer van 1280 is dan 27 hoog, hè. Dat is die 9 verhouding. Dus dat staat er ook standaard op. Is dat wat gelukt bij iedereen om die op project 1 achtergrond te zetten? Dus die out is ook naar paarse, dus geen groene. Dus je hebt van de groene, de paarse en de blauwe, het gaat allemaal ins en out. Dus je blijft in dezelfde genre, zeg maar. Ja. In die perform mode, als we daarop klikken, heb je eigenlijk allemaal instellingen die je kan doen voor, tijdens de perform mode, wat dat hem juist moet gaan, hoe dat hem dan moet doen. Eén is een monitor, dus in dit geval heb ik twee monitors. Dus hier zou ik kunnen zeggen, ik wil dat op monitor 1, als dan mijn beamer. Ja, dat gaat nu niet gaan, denk ik, omdat ik mijn monitor dupliceer. Stel dat je twee monitors naast elkaar zou hebben, dan kun je kiezen welke. Die ignore taskbar, dat zet je best aan, dat je niet die Windows, dat ding eronder blijft staan. Dat is allemaal op zich goed meestal, dus als je specifiek dat ergens wilt plaatsen, dan kun je dat hier op je scherm gaan verplaatsen. Border zet ik meestal af, hè, dat je niet zo dat crashje van boven krijgt. En dan een belangrijke is, hier die opening size, dat zet ik meestal gewoon op fill. Ofwel zeg je van de comptop, maar als mijn project een andere resolutie heeft als mijn beamer, dan gaat dat verschalen. Dus wat ik meestal hier zet, gewoon is op fill. En dan gaat hij dat gewoon opblazen en proberen heel het scherm te vullen met de content die je gemaakt hebt. En als ik dan naar onder scroll, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Ik kan zeggen open a separate window, en dan gaat hem dat open doen, dan krijgen we onze content. En ik kan niks meer veranderen. Als ik op escape doe,
dan stop ik met die perform mode. Als ik open een separate window doe, dan blijft er op de achtergrond wel die editor nog hebben en kan je daar nog alles aanpassen. Dus als je verschillende monitors hebt, kan je zeggen open een separate window en dan naar een andere monitor slepen en terwijl nog dingen aanpassen in je netwerk. Maar in dit geval is dat niet. Als je specifiek zeg maar, je voorstelling start en je moet niks meer veranderen, kan je gewoon zeggen perform. En als die is, ofwel kan je dat hier ook zeggen, hier van boven, perform mode, en dan gaat die perform mode, dan moet er niets meer renderen van de netwerk en zo, dus dat bespaart je resources. En dan gaat het eigenlijk al spelen wat hij gemaakt hebt. En om eruit te gaan is dat scaling. Dus dat is eigenlijk ja, het belangrijkste voor een output te maken. Soms is het handig, maar met de gratis versie is dat moeilijk. Als je twee monitors, stel dat je een beamer hebt, maar je wilt VJ-achtige dingen doen, dus je wilt ook een eigen interface maken. Dus je kan je eigen interface maken in InterDesigner met knoppen en sliders en wat je wil. En dan een andere perform window naar een beamer sturen. Dus dat je eigenlijk op twee schermen je perform mode hebt, maar de ene is je interface en de andere is een output. Dus dat zijn allemaal dingen die mogelijk zijn. Maar ja, we zitten met de gratis versie met de beperking van 1280 en één beamer, ik wil dat eigenlijk zeggen.